Yo mensen, Jarrasik hier en welkom bij weer een nieuw live compleet hier op mijn kanaal Jarrasik Gaming. Vandaag spelen we een Black Ops 1 potje. We zijn op de map Cracked gekomen als ik het goed heb. En we gaan natuurlijk even kijken of wij een lekkere score kunnen gaan neerzetten. Ik weet niet wat er aan de hand is, het potje is al heel even bezig, niet heel lang. Dus we kunnen nog wel gewoon natuurlijk een goede score gaan neerzetten. Maar dat is wel altijd opletten dat niet opeens je gespantrap wordt ofzo. Dat zal natuurlijk irritant zijn. Maar dat is hier volgens mij niet aan de gang. Dus we kunnen gewoon lekker knallen natuurlijk. Ik heb de scorestreaks aanstaan. De UAV, de Blackbird en de enige echt Attack Dogs. Wat ik het chill setupje vind voor op Black Ops 1. En dat was een triple kill. Dat was een motherfucking triple kill. Let's go, maat. Awesome. Ik moet even hier blijven staan. Want kijk, ze spannen daar. Maar je kan ze daar altijd onmogelijk killen, man. Als ze daar spannen. Kijk, dat bedoel ik dus. Die enemies die rennen gewoon als een beer door. Kijk, uit Nate. Ja. Ik heb geen flexjacket aanstaan, want ik heb de perks aanstaan. Hardline, Hardened en Tactical Mask Pro. Dus ik heb geen flexjacket aan. Dus als er een nade naast me komt, dan moet ik rennen. Dan moet ik blijven onthouden. Want anders ga ik dus gewoon dood op dat soort momenten. En dat zijn echt van die cutdeaths die je eigenlijk niet wil halen door granaten. Of door claimers of whatever. Maar dat heb ik natuurlijk zelf zo ingedeeld. Ik heb mijn class zelf zo gemaakt. Dus ook mijn eigen schuld als ik daardoor dood ga. En jij zit echt heel goed op te letten, enemy. Want ik heb al 3 keer op je geschoten en je draait je gewoon niet om. Waar zit die enemy nou? Oh, daar! Ik zag hem al op mijn UAV staan. Ik dacht, huh? Ik zie iemand op mijn UAV staan, maar ik zie helemaal geen enemy daar. Maar hij stond daar gewoon. Alleen hij stond net achter een muurtje of zo, zodat ik hem dus niet zag. Zit er volgens mij onder, jongens. Dus let op. Ah, is kut, hè, dat ik jou zag, maat. Oké, ik zet hier even een claimer neer voor als er iemand naar boven komt lopen. Want dan kunnen we even kijken of we die spawntrap of iets hier kunnen opzetten. Want op zich gaat het wel goed. Maar een spawntrap is altijd nog wel wat lekkerder, natuurlijk. En jij stond even hard te campen, maar dus die moest ik even killen. Ik heb er geen zin in, man, als mensen in zo'n raampje gaan staan. Dus dan kill ik die mensen natuurlijk als eerste. Enemy napalm, enemy napalm, enemy napalm. We zijn gecounter UAV, dus ik zie nu niet waar die napalm neerkomt. Waar zit het vuur? Ik kan het vuur ook niet zien. Ah, soms is dat vuur onzichtbaar. Wacht, ik wil niet naar buiten. Ik weet niet of er vuur ligt daar waar ik nu naartoe loop of niet. Oké, okay, daar is... Nee, het vuur zit hier. Is het vuur weg? Oké, dan ga ik weer rennen. Ik vertrouw dat vuur nooit, man. Door die nevelstrijkers, als je in dat vuur gaat staan, dan ga je gewoon dood door dat vuur. Dus je moet daar altijd heel goed op letten. Dat is ook weer een bullshit dead. Dus kan ik nog wel even doorgaan met bullshit deads op te noemen. Ik moet gewoon overal, maar ook echt overal op letten. Oké, ik heb een Blackbird inroepen, die shit. Dan meteen doorgaan, man. Nu moet ik de tempo achter gaan bouwen, want nu heb je natuurlijk een scorestreak in de lucht hangen. En met deze scorestreak moet je gewoon proberen je attack dogs te halen en al dat soort troep. Ik heb een nieuwe commando van de grond opgepakt, dus dat is mooi. En we zijn gejammed, godverdomme. Dan komt er iedereen volgens mij via beneden. Teammates, zie je hem? Ah, ik weet niet of die daar komt. Shit. Ik roep mijn Blackbird in en dan worden we net op dat moment weer... Kut, ik ben dood. Dan worden we net op dat moment natuurlijk weer gecounter-reviewd. Maar ik heb mijn dogs, man. Nice. Oké, mijn doggies zijn binnen. Dan moeten we nu natuurlijk tempo erachter blijven zetten. Want anders komt het niet goed. Dus ik ga gewoon die span intrekken. Nee, nee, nee. Niet meer nijven. Oh, shit. Waar is die? Ik dropshot en dan ben je die hele gozer weg, man. Ik zag die hele gozer niet meer. Nou, roep mijn dogs maar in, jongens. Oké, okay, mijn counter UAV, of de enemy counter UAV is weer af. Dus ik heb weer heel eventjes een Blackbird. Dat is maar echt nog 10 seconden of zo. Kijk, maar hij is al af nu. Wou ik net zeggen, maar dat is echt nog maar 10 seconden of zo. En toen ik dat zei, was hij alweer klaar. Dus dat is natuurlijk best wel heel erg kut. Dat is toch weer de 7 scorestick die je nu gewoon even neukt. Uh-oh, kijk uit voor die claymore. Ja, ik zit hier echt gewoon in enemy terrein, hoor. Dus ik moet even opletten. Dus loopt er hier nog één. Let's go, doggy. Nice gedaan, jongens. Oké, claymortje. Ik loop altijd met die claimers heen en weer. En als ik dus denk dat de enemies eraan komen en ik moet even reloaden, zet ik een claimer neer. En dan ren ik daarna gewoon er weer bij weg. Ik ga niet naast mijn claimers aan campen ofzo, want dat is natuurlijk niet cool om te doen. Dus ik zet hem neer. Ik weet waar die staat. Ik weet dat de enemies er misschien wel in gaan spannen ofzo. En dan ren ik daarna gewoon weer door. Ik ga er niet naast aan lopen campen, want dat is natuurlijk niet cool om te doen. En dat is ook een tip voor iedereen die misschien wel met claimers staat te campen altijd. Doe het niet. Zet hem neer en ren weer door. Niet ernaast gaan lopen campen, want dat is gewoon niet cool. Dat is niet cool om te doen. En natuurlijk in Black Ops 1 heb je sowieso bijna altijd standaard een claimer aanstaan. Dus kan je hem net zo goed gewoon neerzetten. Dan dat je hem natuurlijk helemaal niet gebruikt. Want dan heb je er helemaal niks aan. Dus je kan hem net zo goed gewoon even ergens neerproppen en dan erbij wegrennen. Dat is het beste, vind ik altijd zelf. Dankjewel, ik heb weer een nieuwe Blackbird. Mijn doggies maken niet heel veel kills, man. Ik had wel verwacht dat ze wat meer kills zouden oppakken. Maar het valt me vies tegen vandaag. Dankjewel, harden het. Ik heb harden dat spurk aanstaan. Ten eerste helpt harden het erbij dat... Dat als je geraakt wordt dat je richtpunt de lucht niet inschiet. Maar ten tweede helpt Harden het erbij dat ik natuurlijk gewoon door de muur heen kan sprayen. Dus het heeft eigenlijk een multifunctionele functie. Dus dat is wat chill altijd, vind ik. Heb je tenminste aan één perk heb je 2 verschillende dingen. Maar dat is natuurlijk ook als je perks pro haalt. Als je een perk pro haalt, dan krijg je een extra ability erbij. En dat vind ik altijd chill, man. Aan perks die je pro kan halen. Natuurlijk niet elke perk kan je pro halen. Maar de perks die je pro kan halen,
Die hebben dan ook multifunctionele functies. En dat is Uber. En ik heb Uber Chill. Mooie dubbelkill. En ik heb nieuwe doggies. Doggies, let's go. Er staat er één op de B-vlag, jongens. Ik wil die vlag niet verliezen. Dankjewel. Het gaat lekker, man. We zijn lekker aan het rondrennen, natuurlijk. En het gaat heerlijk, jongen. Kijk, dit tempo wil je gewoon hebben. Gewoon lekker rennen, schieten, kills oppakken. Let's go, pitontje. We hebben een nieuwe Blackbird in de lucht hangen. Geef deze PSG. Het is niet zo handig dat ik dit wapen nu oppak, maar... BAM! Oh shit, hitmarker. Oh shit. Dankjewel. Oké, even dit ding oppakken. AK-74U met rapid fire. Ja, daar heb je heel veel aan, jongen. Daar heb je heel veel aan. Dit wapen is overpowered. Dit wapen is echt heel erg sterk als je deze goed gebruikt. Kijk maar. Huppatee, daar heb je alweer een kill. En dan loopt er nog één achter me. En dit gaat heerlijk, joh. We blijven lekker rondrennen, man. Ik vind dit echt leuk. Ik kan gewoon over alles lullen wat ik ook maar wil. Over hoe mijn dag is gegaan. Over hoe ik wakker ben geworden. En ik pak gewoon alle kills op, joh. Dit is leuk, man. Dit soort potjes. Niet gaan gelopen camp, maat. Ik zie die AK-74U is zo sterk, jongen. Als je hem goed gebruikt. Als je hem niet goed gebruikt, dan is het echt een kut ding. Maar als je weet hoe je hem moet gebruiken, kan je zoveel mensen ermee killen. Dat is niet normaal. Enemy, blijf even stilstaan. Enemy. Enemy, ik weet wat je hier bent. Hondje moet de andere kant. Oh shit. Oh, dankjewel, AK-74U. Staat er hier nog eentje binnen? Even een stunnetje gooien, want ik weet niet of die... Nee, hij is al dood. Let's go, teammates. Nice gedaan. Het gaat echt heerlijk, man. We blijven gewoon rennen. We blijven gewoon kills pakken. Dit is hoe je Call of Duty speelt. Stunnetje erbij. Enemy die ziet nu geen ene raid meer, dus die kan je makkelijk killen natuurlijk. En oh, nee! Ik... ik zit er gewoon niet te concentreren hier, oh. Ik zit heel droog. Kijk, enemietje staat hier gesteund. Die kan je makkelijk killen. Bam! Claimer op je kop. Dat is nou niet hetgene wat moet gebeuren, jongens. Dankjewel, jongen. Dus is er hier nog eentje naast me gespand. En nog eentje, en nog eentje. Holy shit, ze spannen hier allemaal, joh. Oh, kut. Die vent heb een spas. Die vent had een spas, kan ik beter zeggen. Want hij is doodgegaan. Die vent heb ik ook. Kijken of we nog één keer ons doksetje kunnen halen. Want dat zou helemaal leuk zijn. Nog één doksetje, jongens. Ik vertrouw jullie. Ik vertrouw je commando. Ik wil nog één doksetje. Gun maar dat ene... Kuthond. Gun maar dat doksetje. Ik zweer het je. Die enemies... Oh, shit. Die enemies focussen zich allemaal op die honden, man. Dus als ze op die honden gaan schieten, kan ik ze mooi gewoon afknallen. Oh, shit. Dat was weer die spasgozer. Ik heb nog een nieuwe Blackbird. Er zit er al een in de lucht van mijn teammate. Niks gedaan, jongen. Kom op. Nog drie kills. Dan heb ik een nieuwe doks. Ik wil nog één keer een doksetje, man. Nee, kut. Nee, nee, nee. Ik moet rennen. Ik moet rennen. Nee! Nee! Nee, man. Nu heb ik het verneukt. Kutzooi. Ah, oh, ik zei het aan het begin van de potje. Ik moet opletten op granaten, want ik heb geen flak jacket. En wat doen ze? Ze gooien granaten op mijn toethoofd. Kut, man. Nee, maakt niet uit, joh. Ik kon hem waarschijnlijk toch niet meer inroepen met Doc, zeker. Dus scheid eraan. Shit happens. Niet mijn knife alsjeblieft, want dat vind ik niet aardig. Ik knijf jou wel. Dankjewel. Deze en ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Ik weet serieus niet wat ze aan het doen zijn. Ik vind het helemaal goed, joh. Die enemy zit er echt totaal niet op te letten. Ik zit vast hier ook nog eens. Hé, maat, waar ga je nou naartoe, man? Ik kan je gewoon zien lopen, hoor. En we hebben al gewonnen. 65 kills, 4 deaths. Heerlijk, maar ook echt heerlijk potje gespeeld. In Ground of Domination op de map Cracked. We speelden nog tegen een teampje ook. X27. Prachtige naam. Bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet niet te liken. En tot de volgende keer weer, mensen. Over een paar uur, denk ik. Hoop ik. Tot zo.